Ik ben Hanna van Doornem. Ik ben beeldend kunstenaar en docent tekenen. En ik ga jullie vandaag een klein opdrachtje geven, waarbij je leert anders waar te nemen. We gaan een plaatje natekenen op de kop. Je kan daarvoor elk willekeurig plaatje gebruiken wat je wil. Handig om iets te nemen van een mens of een dier, maar zeker niet verplicht. Je mag ook een landschap nemen of een stilleven of een willekeurige krantenfoto, wat je maar wil. Deze oefening die dwingt je om anders waar te nemen. Je gaat hiervoor focussen op vormen en patronen, zonder dat je eigenlijk ziet wat het is. Het plaatje wat ik heb gekozen is dit plaatje. Ik laat hem zien op de kop. Het is een plaatje van twee Romeinen. Nou, wat er gebeurt als je op de kop tekent, is dat je uitschakelt dat het een neus is die je ziet. Maar je gaat het alle vormen als losse vormen zien, waardoor het eigenlijk makkelijker is om na te tekenen en het eigenlijk als een soort, ja, je lost het eigenlijk op als een soort visueel raadseltje wat je ziet. Wat heb je nodig? Wat potloden. Ik gebruik zelf een HB-potlood als basis. Daarbij vind ik een 2B heel prettig voor de wat donkerere vormen. Een kneedgummetje, ook makkelijk als het toch net niet helemaal goed gaat. Puntenslijper heb ik altijd bij de hand. Plaatje uit het tijdschrift. Ik heb op mijn papier een klein vakje afgetekend waarin ik het plaatje ga tekenen op dezelfde grootte als het is. Oké, je gaat stap voor stap kijken wat je doet. Je begint ergens op een vlak, op het vlak. Het maakt niet zo heel veel uit waar je begint. Dan zet je eerst even de grote vormen op. Probeer elke vorm te zien als een abstracte vorm. Kijk goed tijdens het werken naar alle contouren en lijnen en probeer die puur als abstracte lijnen te zien. Nou, als je denkt dat het klaar is, ga dan even het geheel nog goed bekijken.
loop alles langs, kijk of je de licht-donker verhouding of dat klopt. Ik denk dat ik hem om ga keren. Patatjes aan de kant. Gaan we eens kijken wat het is geworden. Het is altijd een spannend moment. Nou, kijk eens aan. Nou, dit was het plaatje wat ik als uitgangspunt had genomen. En terwijl ik het op de kop tekende, focuste ik mij alleen maar op de vormen en de donkere en de lichte vlakken die ik zag. Het werden abstracte vormen voor mij. En tijdens het tekenen heb ik me geen moment afgevraagd van ben ik een neus, een oog of iets aan het tekenen of lippen. En dit is het plaatje wat eruit is gekomen. En heel herkenbaar zijn het toch twee Romeinse soldaten geworden. Nou, ik hoop dat jullie dit leuk vonden. Een leerzame oefening, een leuke oefening om een plaatje op de kop na te tekenen. En ik ben heel benieuwd naar de resultaten. Misschien kun je ze ook sturen als je iets hebt gemaakt om eens te laten zien. En vooral heel veel tekenplezier wens ik jullie toe.